Plein 44 is een heel groot binnenstadsproject in het centrum van Nijmegen. Het bestaat uit winkels en woningen, een ondergrondse parkeergarage. Wat we wilden met dat project, want het is in een historische binnenstad, gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog, is niet een heel nieuw plan maken, maar een plan maken wat aansluiting vindt eigenlijk bij de historische binnenstad, bij de bestaande stad. Maar tegelijkertijd ook een soort vernieuwing toevoegt. We hebben dat gedaan door die architectuur niet als één blok te ontwerpen, maar op te splitsen in allerlei delen. Dus het is opgebouwd uit torens, uit een onderbouw en ook uit een soort high-tech-achtige bovenbouw. En al die onderdelen vonden we van belang, die vragen ook om een eigen soort materiaal, maar ook om een eigen soort kozijnen en puien. Voor de meer traditionele beelden, de torens, hebben we gekozen voor kunststof. Maar met name in de onderbouw, de winkelpuien, groot, heel transparant. Daar was aluminium natuurlijk een fantastisch product voor. Biedt ook voldoende flexibiliteit voor de toekomst. Er is een onderbouw die heel erg aansluit bij de bestaande architectuur van die wederopbouw. Dat waren stalen, slanke kozijntjes. Nou, daar hebben we aluminium toegepast met hele dunne kliklijsten. Dat is ook eigenlijk heel mooi geworden. En in de high-tech bovenbouw is aluminium toegepast met hele grote, dikke, ja, je zou kunnen zeggen bijna kolomachtige kliklijsten, waardoor daar ook weer een heel ander beeld ontstaat. Dus we vinden aluminium heeft heel veel toepassingsmogelijkheden in de kozijn. Je kunt er heel veel beelden mee genereren. En vooral als je het wat moderner en wat strakker wil, is het een perfect materiaal.